Goffertpark barst het zaterdagavond helemaal los. Het mega piratenfestijn vindt voor het eerst plaats in Nijmegen. Op dit moment wordt er nog druk gewerkt aan de opbouw, maar zaterdag staan er 8000 mensen in de tent. Organisator Leon Lucassen legt uit waarom het nu in Nijmegen is. Dat is voor de eerste keer voor mij dat het echt een thuiswedstrijd is. Het bedrijf van ons zit in Nijmegen en we kregen er best veel vragen over. Dus op een gegeven moment mijn mede-organisatoren weten te overtuigen dat we toch maar een keertje naar Nijmegen moesten gaan. En de gemeente Nijmegen die is heel erg welwillend gebleken, gelukkig. We doen het heel vaak inderdaad. Op jaarbasis dit keer 9 keer. Maar routine wordt het nooit. Het opbouwen en dergelijke wel. Maar op de avond zelf is het altijd weer gezonde spanning van hoe het lopen gaat. Komen alle artiesten wel, want sommigen kunnen ook ziek zijn natuurlijk en dat soort dingetjes. Is het draaibuik mooi op tijd? Lopen we op schema? Routine wordt het nooit. Komende zaterdag kun je verwachten veel gezelligheid, feest de herkenning. Dus wij vragen aan iedereen, doe je grootste hits. En in de regel zijn wij vrijwel altijd uitverkocht. Dus ik vermoed eerlijk gezegd ook wel, en zeker omdat het lekker weer is. Mensen die nu nog overwegen, ga ik mee, ga ik wel, ga ik niet. Die zullen nu eerder de stap nemen om wel een kaartje te kopen. Dus uiteindelijk verwacht ik echt wel een uitverkocht huis. Mochten mensen nog overwegen om een kaartje te kopen, zou ik er niet te lang mee wachten. De mensen die houden van een feestje en die denken van, nou, het is een tijdje geleden dat ik op stap ben geweest. En ik wil een lekker biertje en daarna een lekker broodje of weet ik wat. En ik ga met een paar vrienden lekker ergens in de lamp hangen. Kom even gezellig langs en maak een mooi feestje zaterdag.